Hoe worden veiligheidsspecialisten eigenlijk geïnformeerd over nieuwe regelingen? De veiligheidskundige is ontstaan omdat ik vond dat het ontbrak aan informatie voor de veiligheidskundige. Heel veel media berichten over veiligheidskunde en waar dat allemaal aan moet voldoen. Maar er werd iets te weinig, naar mijn idee, geluisterd naar waar een veiligheidskundige behoefte aan heeft. Wat onze taak is, zo zie ik hem, is om zoveel mogelijk informatie en meningen over bepaalde onderwerpen te laten zien. Ik verzamel de hele dag nieuws wat relevant is voor veiligheidskundigen. Zoveel mogelijk uit alle branches waar die veiligheidskundige in werkzaam is. Dat is nog best lastig om dat te vinden. Want de veiligheidskundige werkt op zoveel verschillende plekken met zoveel verschillende omstandigheden. Dat je daar ook je content op moet aanpassen. Dat bestaat uit verschillende contentcategorieën, nieuwsberichten, agenda-items waarin opleidingen of events op het gebied van veiligheidskunde staan. Vacatures voor veiligheidskundigen. Een ABC waarin alle veiligheidskundige termen worden toegelicht. En in elke nieuwsbrief wordt een veiligheidskundige geïnterviewd over zijn of haar VK-stokpaard. Dat is heel leuk. Blijkt in de praktijk, wordt ook veel gelezen. De redactie is samengesteld uit allerlei verschillende mensen die verschillende achtergronden hebben ook. Gewoon professionele schrijvers. Een technicus zit erin, een veiligheidskundige, een veiligheidskundige adviseur. Dus zo proberen we om die verscheidenheid aan informatie, dat we dat van zoveel mogelijk verschillende kanten kunnen belichten. Het zou prachtig zijn als dit het platform en het blad, de combinatie van die twee, zichzelf in stand houdt door te fungeren als plek voor veiligheidskundigen om informatie uit te wisselen. Ik heb nu een artikel aangeboden gekregen van een veiligheidskundige over een project wat die aan het doen was. Dat is natuurlijk de bedoeling, dat die veiligheidskundigen elkaar vinden en vooral ook iets van elkaar opsteken.